Jarenlang was er een kloof tussen André Hazes, 30, en zijn zus Roxane, 31, waardoor ze elkaar niet meer tegenkwamen. Echter, recentelijk hebben de twee elkaar weer gevonden. In een openhartig gesprek met Show News onthult André hoe deze langverwachte ontmoeting verliep. Een paar maanden geleden heb ik mijn zus een berichtje gestuurd om te polsen of zij bereid was met mij in gesprek te gaan, deelt André voor de camera's. Dat vond ze heel spannend en ik heb echt mijn best moeten doen om dat gesprek te bewerkstelligen. Uiteindelijk is het gelukt. De zanger straalt van blijdschap: het is werkelijk een van de beste dingen die mij de afgelopen jaren is overkomen. Met eerlijkheid bekent de jonge hazes dat hij zijn zus in de tijd van hun verwijdering niet echt gemist heeft. Het wordt op den duur normaal. Je voelt wel dat er iets niet helemaal klopt, dat er verdriet is, maar je kunt het niet goed plaatsen. Pas bij de hereniging drong het tot André door. Op het moment dat je elkaar weer ziet, in elkaars armen valt. En je realiseert dat je dezelfde humor hebt en vergelijkbare pijn met je meedraagt, dan denk je, verdomme, dat was de leegte. Ondanks de radiostilte koestert André geen spijt over het verleden. In een interview met RTL Boulevard legde hij uit, ik denk dat het juist goed was om afstand te nemen om te voorkomen dat het erger werd. Dat stelde ons in staat om nu op deze manier met elkaar om te gaan. Het vergt de moeite om de eerste stap te zetten, en ook de tweede, derde en vierde stap, al dus André. Zijn zus was terughoudend, maar zoals hij zegt, de aanhouder wint. De hereniging van André en Roxane is niet alleen een persoonlijke overwinning, maar ook een krachtige illustratie van hoe geduld en doorzettingsvermogen een gebroken band kunnen herstellen. Het lijkt erop dat de familie Hazes nu weer samen hun weg vindt, met een hernieuwd begrip en waardering voor elkaars aanwezigheid.